Dit is een foto van een kras in mijn nek. Dit was eigenlijk, dit kwam maandelijks wel voor eigenlijk. Of in mijn nek, of op mijn armen, mijn borst, rug. Ja, het went op een gegeven moment. Bij spuiten en slikken willen we graag taboes doorbreken. En dit onderwerp was voor ons nog een blinde vlek. Mannenmishandeling. En dan denk je misschien, dat komt toch bijna nooit voor? Maar wat blijkt, er zijn bijna evenveel mannelijke als vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld. Dat zijn jaarlijks ongeveer 80.000 mannen die ernstig worden mishandeld in huiselijke kring. Zowel fysiek als mentaal. Voor al deze mannen heeft Nederland 6 opvanglocaties, die in totaal plek bieden aan 37 mannen. Dat terwijl er voor vrouwen meer dan 400 plekken beschikbaar zijn. Waarom hebben we het hier niet over? En hoe kunnen we deze blinde vlek op mannenmishandeling aanpakken? Een tijd terug publiceerden wij dit artikel over Robert, die maandenlang werd mishandeld door zijn vrouwelijke ex-partner. Ik verwachtte dat er veel steunberichten onder dit artikel zouden verschijnen, maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Sterker nog, ik schrok van de reacties. Laat staan hoe dat moet zijn voor degene over wie die reacties daadwerkelijk gaan. Hierdoor realiseerde ik me hoe groot het taboe is dat heerst op mannenmishandeling. En hoe wij als maatschappij amper inzien dat mannen ook slachtoffer kunnen zijn van huiselijk geweld. Je bent echt geen man als je dit toelaat. Wat een mietje. Vergeef mijn primitieve gedachten, maar als man zijnde ben je fysiek een stuk sterker en sla je op een gegeven moment toch terug. Met alle respect, dat is geen man. Hoe is dat om dat op te lezen? Ja, ik kan het nu wel in perspectief plaatsen dat mensen dat gewoon vragen dat hun telefoon of hun scherm doen en gewoon niet beter weten. Die hebben nooit, je hebt nog nooit een meter in mijn schoenen gelopen. Ja. En een jaar geleden, toen het artikel online kwam, ja. Hoe reageerde je toen op? Nou, toen deed het me wel wat. Toen was ik wel geneigd om terug te reageren. Dat heb ik gelukkig niet gedaan. Hoe is dat om dan zo open je verhaal te doen, om mensen te helpen en dat mensen er dan zo laf op reageren? Nou, ik was toch best wel een paar dagen wel wat terneergeslagen. Dat je toch weer aan jezelf gaat twijfelen. Dan denk ik, ben ik dan echt niet een mietje of een mannelijke man of weet ik veel wat. Ja, want wat is er precies gebeurd tussen jou en je ex? Een geestelijke en fysieke mishandeling. Ja, waar moet ik dan aan denken? Nou, voor je beeld, ik was 21 en ik was heel erg op zoek naar liefde. Ik had vroeger nooit veel succes bij de meisjes. Dus de eerste beste die ze zeg maar aanbood, daar klampte ik mij aan vast. En heel snel zwanger. Eigenlijk vanaf dag 1 al ruzies over kleine dingetjes. En dat werd steeds erger en erger. En op een gegeven moment werd het ook handtastelijk. Maar het gekke is, je realiseert je dat op dat moment niet, want wij hadden ook bevriende stellen die ook wel ruzie met elkaar hadden. Dus ik dacht, dat was mijn normaal. Dus ik dacht, ja, dat hoort bij een relatie dat je af en toe ruzie hebt. Ik had best wel een grote vriendengroep. Nou, eigenlijk nu terugkijkend ben ik er eigenlijk binnen een half jaar eigenlijk wel gewoon compleet van geïsoleerd. Ik ben geïsoleerd van mijn moeder. Daar had ik nauwelijks geen contact meer mee. Die vrienden, tot op de dag van vandaag niet eens meer. Maar was het ook dat zij echt specifiek zei van ik wil niet dat je nog anders ziet. Ja, dat was wel van hey, die jongens die deugen niet of ik wil niet dat je met die meid omgaat en dat werd steeds erger. Eigenlijk jou isoleren? Ja, isoleren. Dat je op een gegeven moment dat je alleen maar vrienden had die zij zeg maar had uitgekozen. Het is ook een complete mindfuck, want als je dan bijvoorbeeld als we dan bij vrienden visite waren, dan was ik een geweldige man, mijn vader en noem maar op. En dan waren we dan thuis en dan was ik niks waard. Dan was ik een loser en ik verdiende niet genoeg geld. En ik hoop dat je morgen dood van de ladder neerflikkert, zulke soort dingen. Ja, en als je dat jaar in jaar uit, en het was niet dat het echt elke dag was. Er waren periodes, we hebben ook wel eens wel goede periodes gehad, maar ook heel veel slechte periodes. En in die slechte periodes, dan werden zulke dingen tegen je gezegd. En op een gegeven moment ga je dat dan ook geloven. En hoe reageer je dan in een situatie als er fysiek geweld is? Het enige wat ik dan deed was of haar echt gewoon tegen de muur aanduwen. Dat ze vervolgens mijn armen compleet openkrapte. Tot bloeders aan toe. Of ik pakte haar van achteren vast.
echt zeg maar, een soort dwangbuis. Maar dan schopte ze zo hard tegen mijn schenen aan dat het tot bloed is aan toe. Of ze krapte me in mijn keel. Daar heb ik ook een baat, want er zitten littekens onder. Oh ja. Ik heb littekens op mijn borst, op mijn rug. Van het krassen. Maar wanneer spreken we nou van mannenmishandeling? Dat kan Jeroen Traas het beste uitleggen. Hij is directeur van Cadera, een van de 6 opvanglocaties die hulp en opvang bieden aan mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld. Er is hier plek voor 6 cliënten, die voornamelijk tussen de 18 en 35 jaar oud zijn. Dit is de woonkamer die bij het kantoortje hoort van de hulpverleners. Maar hier houden de cliënten met elkaar ook wel eens wat koffiemomentjes. 2 keer per week wordt eventjes met de cliënten gesproken over wat er voor programma is en wat er de komende dagen op programma staat. Dus dat vindt in deze ruimte plaats. Maar ik zie ook allemaal kinderspeelgoed. Mag je de kinderen meenemen als je in de opvang zit? Ja, dat mag. Het is natuurlijk heel belangrijk dat als je onveilig bent in een relatie, dat er geen belemmeringen zijn om weg te gaan uit die onveilige relatie. Ja. En daardoor is het heel belangrijk dat je je kinderen mee kan nemen als dat nodig is. Dus dat kan. Oh. En dan kun je hier met je kind in onze opvang komen. Kan je mij uitleggen wat mannenmishandeling precies inhoudt? Nou, precies is, vind ik ook best wel moeilijk om te zeggen. Want eigenlijk elke situatie van mannenmishandeling is weer anders. Net zoals dat overigens bij vrouwenmishandeling zo is. Slaan en schoppen en allerlei andere soorten van fysiek geweld. Ja. Maar het kan ook zijn dat mannen psychisch geweld ervaren doordat ze heel erg onder druk worden gezet door hun partner, door hun vrouw of door hun man. Toch lijkt me psychisch wat lastiger om je vinger op te leggen. Bij fysiek lijkt me die grens wat makkelijker, maar vanaf wanneer is iets psychisch geweld? Wat als iemand zegt, ja, ik voel me gewoon gekleineerd of... Ja. Is dat dan al iemand die je hier kan laten komen? Nou, dat wisselt heel erg. Want kijk, voor iedereen ligt de grens van wat geweld is natuurlijk ergens anders. Dus dat kan voor jou anders zijn dan voor mij. Wat wel zo is dat als mensen bij ons in beeld komen, dan is het vaak al zo dat er hulpverleners zijn geweest die hebben gekeken, goh, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Dat kunnen politiemensen zijn, dat kunnen mensen van veilig thuis zijn. Zo gauw als mensen bij ons in beeld komen, gaan we heel goed kijken naar allerlei verschillende factoren. Hoe zit het met de veiligheid? Wat is nou precies het probleem? Hoe zouden we dat kunnen helpen oplossen? Moet dat bijvoorbeeld door iemand een plek te bieden in een opvang? Of zou dat ook bij iemand thuis kunnen, met behulp van bijvoorbeeld de gemeente? Dus wanneer iets mannenmishandeling is, dat kun je eigenlijk niet zomaar langs de lat leggen of objectief meten. Ja. Dat hangt af van allerlei verschillende factoren. Het gaat hele plaatje. Ja. Nou, dit is een foto van een kras in mijn nek. Dit was eigenlijk, dit kwam maandelijks wel voor eigenlijk. Of in mijn nek, of op mijn armen, mijn borst, rug. Ja, het went op een gegeven moment. Ik had bijna standaard altijd lange mouwen aan. Ik gebruikte foundation om die littekens weg te werken. En kan je nog een bepaald dieptepunt herinneren? Ik denk dat het einde van de relatie was dat ik een telefoon aan mijn hoofd gegooid kreeg, dat ik 7 hechtingen kreeg had. 7 hechtingen? Ja. Oh, ja. Jeetje. Zo. Dat is een flinke jaap. Oh, dat is echt hard. Ja. En dat is gehecht? Dat is, dat was een half uur voordat het gehecht werd. Het was ongeveer 11:30 s'avonds. Wat deed dat dan met jou? Besefte je toen meteen? Ja, toen stond ik op en ik werd niet eens boos. We hadden een barbecue gehad die avond bij vrienden. Daar kwamen we thuis en het escaleerde volledig, omdat ik zei iets. En toen, inmiddels ben je dan wel gewend. En dat escaleerde, dus ik dacht, het zal wel, ik ga zo meteen op bed, zoek het lekker uit. En toen kreeg ik dus een telefoon naar mijn hoofd gegooid. En toen voelde ik het hier allemaal nat worden. En toen was het allemaal bloed. En ik weet nog dat ik haar aankeek en zei, je snapt wel dat het nu echt wel voorbij is. Oh ja? Ja. En wat maakte dat dan toch die grens was? Ja, daarvoor ben ik... toen ben ik toch ergens begonnen met het losbreken. Van dat je intern toch voelt van dit klopt niet. Ik wil zelf ook dingen doen. Dus ik ben met een goede kameraad van mij zijn we begonnen naar de sportschool te gaan. Nou, daar was ze fel op tegen, want dan was het, straks dan word je te knap en dan ga je bij me weg. Of
Zij vallen heel veel af en want ik was toen redelijk aan de maat. Ze was bang dat jij te knap werd en dat je dan naar andere mensen zou gaan? Ja, dat ik dan andere vrouwen zou tegenkomen of wat dan ook. Of, dus dat was ook gewoon een vorm van isoleren. En toen in die tijd begon het een beetje te kriebelen van dit wil ik niet meer. Ja, dit wil ik niet meer. Dus ik begon steeds meer dingen voor mezelf te doen. Ik moest dan bijvoorbeeld 8 uur 's avonds thuis zijn van spotten. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja fuck you, ik doe dat niet meer. Dus als ik langer moet spotten, ga ik langer spotten. En op een gegeven moment werd spot ook echt, die sportschool werd ook echt een vlucht op een gegeven moment. Dat je op een gegeven moment ging ik op zondag 2 keer. Ja, want daar was het veilig. Maar daar was het veilig. Was het ergens ook een zegen dat je je mobiel naar je hoofd kreeg en dat dat een soort grens was die voor jou werd bepaald? Achteraf gezien was dat zeker een zegen, want toen vloeide er ook letterlijk echt bloed. En dat was voor mij ook echt wel een grens. Dan wordt het zichtbaar? Ja, dan was het zichtbaar. Ik moest naar het ziekenhuis. Ik moest 2 wechtingen hebben om 12 uur 's nachts. Kreeg je daar niet hulp aangeboden van? Nee, ik heb gezegd dat ik daar mijn hoofd had gestoten. Oh ja. Ja. En had je destijds door hoe erg het was? Nee. Dat besef dat kwam eigenlijk pas toen ik een nieuwe partner kreeg. Nou, ik was veel bij haar en zij pakte iets over mij heen uit een keukenkastje, wat eigenlijk gewoon een hele normale actie is. En ik dook helemaal in elkaar en daar schrok zij dus heel erg van. En toen heb ik haar het hele verhaal verteld. En zij heeft toen tegen mij gezegd van, je bent geestelijk en fysiek gewoon compleet mishandeld. Hoe was dat om te horen? Ik denk dat ik het al heel ver, heel diep weg had gestopt, want ik kon er heel cool en kil over praten. En dat verbaasde haar ook van, je praat er zo kil over, alsof je niks doet. Ja. Dus ik denk dat ik ergens ook wel een mega muur heb ontwikkeld. En heb je er destijds over nagedacht om naar een opvang te gaan of een hulporganisatie in te schakelen? Nee. Nou, terugkomend op die reacties, dan denk je, ga je op jezelf denken, je bent toch geen pussy, je bent toch geen mietje, je bent toch een kerel. Je kan dat toch wel handelen. Ook als het zo lang duurt en ja. Fysiek geweld? Ja, ik heb daar nooit over nagedacht om naar een opvangthuis te gaan of hulp ervoor te zoeken. Had je destijds niet de behoefte om het met vrienden te delen? Of? Nee. Helemaal niet? Nee, helemaal niet. Puur uit schaamte. Waar schaamde je dan voor? Het feit dat je als man geslagen wordt door je vrouw. Ja, ja, maar dat kan je ook zien als, kijk wat voor een kwalijk zij doet. Ja, dat klopt, daar heb je gelijk in, maar de schaamte dat overwon. Waar kwam dat denk je vandaan, die schaamte? Nou, ik heb wel een vrij harde opvoeding gehad. Dat van niet klagen, maar dragen. Oh, was dat het motto? Ja, vaak wel. Maar ik denk nee, vooral schaamte, daarom heb ik het nooit bespreekbaar gemaakt. Wat maakt dat je het dan nu wel wil vertellen? Gewoon andere mannen bewust maken dat het oké is dat je het wel vertelt. Het kan echt iedereen gebeuren, of je nou klein of groot bent of wat dan ook, maar dat maakt echt niks uit. Ja, maar jij bent niet klein. Ik ben niet klein en voor je beeldvorming, mijn ex is de helft van mij. Oh ja. Die is 1,58 en woog 55 kilo. Ja, het heeft daar echt niets mee te maken. Echt helemaal niks. Het begint echt met isoleren, geestelijk kapot maken, gewoon eigenlijk naar breken. Steeds een stapje verder. Ja, steeds een stapje verder, steeds verder pushen. Hier hebben we een appartement voor de mannenopvang. Wat groot. Nou, ik vind dit echt heel groot. En mooi. En een balkon. Ja, ook nog. Wauw. Ja. Mensen blijven hier gemiddeld toch 3/4 jaar tot 1 jaar. En in die periode lukt het ons samen met die cliënten goed om de boel weer een beetje op de rit te krijgen. En dat betekent dus eerst het herstellen van de veiligheid en vervolgens werken aan jezelf, aan financiën, aan werk, aan wat dan ook. En uiteindelijk stromen mensen dan weer uit vanuit een appartement als dit naar iets anders. Wat bieden jullie hier aan de cliënten die hier zitten?
cliënten die hier komen, die komen eigenlijk primair in eerste instantie voor een veilige plek. Een plek waar ze uit de situatie kunnen. Omdat sommige van de mannen die hier komen nog steeds risico's lopen. En dat willen we natuurlijk voorkomen. Dus primair zijn we gericht op veiligheid. Dat is ook de reden waarom we bijvoorbeeld hier zo'n scherm hebben en de omgeving bewaken. Of waarom we cliënten ook een device mee kunnen geven waarmee ze alarm kunnen slaan. Wat gebeurt er dan als je op dat alarm drukt? Als je op dat alarm drukt, dan komt binnen een paar tellen de politie. En als je kijkt naar persoonlijkheid, want je hoort heel vaak als reactie van is dat nou een man of weet je wel. Dus als je echt kijkt, is het denk je een bepaald type persoonlijkheid die daar vaker slachtoffer van is? Of is dat gewoon een verkeerd beeld? Ja, dat is echt een verkeerd beeld. En ik ben ook heel blij dat ik bij jou in het programma mag uitleggen dat echt een misvatting is. Helaas is het zo dat er, en dat hebben jullie ook laten zien, dat er vaak hele negatieve reacties komen op mannen die zich kwetsbaar durven opstellen en die durven zeggen, ik ervaar geweld in mijn relatie. En het is echt niet zo dat mannen die geweld meemaken binnen de relatie of die daar hulp voor zoeken, watjes of doetjes zijn. Sterker nog, ik vind het heel knap dat deze mannen, ondanks alle maatschappelijke overtuigingen die veel mensen hebben, toch durven om hulp te zoeken. Want het is niet niks om te melden dat je als man slachtoffer bent van geweld. Dat past vaak niet zo in het plaatje wat mensen hebben van mannen. Hè? Want die moeten stoer en sterk zijn en vooral niet afhankelijk en kwetsbaar. Een vrouw komt eigenlijk altijd als winnaar uit de bus. Ja. Hoe bedoel je dat? Nou, omdat je als man wordt je altijd toch als het sterkere geslacht gezien. Dus als ik dat heel veel mensen zo vertel, dat heb je aan de reactie wel gezien. Dat wordt afgebrand of wordt gewoon niet geloofd. Of dingen dat daarom heel veel mannen het niet vertellen. Het past niet binnen het plaatje. Het past niet in het plaatje. Ja. Want we worden als we jongetjes zijn, dan word je al opgevoed van niet janken, opstaan, doorgaan, niet huilen. Zo ben ik ook opgevoed. Ik heb moeten leren huilen. Terwijl dat dus ook juist sterk zijn is. Ja, maar dat is juist heel sterk zijn. Als je dat gevoel uit kan gooien. Ja, dat weet je nu. Dat weet ik nu, ja. Ik had het eerder willen weten. Ja, en hoe gaat het nu met je? Dus ik moet mezelf nu denk ik toch echt helemaal gaan terugvinden. En ten eerste van mezelf leren houden. Hm. En dat vind ik nog wel eens moeilijk. Want als je heel lang tegen jou gezegd is van je bent niet goed genoeg, want ik heb wel heel lang geloofd dat ik geen liefde waard was. Ja. En dat is op 41-jarige leeftijd is dat best wel een ding. Want ik wil niet alleen eindigen en ik ben zeker iemand waard. Dat zou ik nu met de kennis van nu ook mensen adviseren van ga naar een psycholoog, ga naar een praktijkondersteuner, een goede vriend, een vriendin, iemand. Ja. Door het gesprek met Robert en Jeroen is mij duidelijk geworden dat er in Nederland dringend meer aandacht moet komen voor mannenmishandeling. Hoe voelt het eigenlijk om in een mannenopvang te wonen? Volgende week spreek ik met de 21-jarige Rashid. Hij werd mishandeld door zijn moeder en woont nu ongeveer 10 maanden bij Kadera. Waar was je dan bang voor? Ja, dat je weer rake klappen gaat krijgen door bepaalde voorwerpen. Ja. En je bent dan nog jong, dus die dingen gaan wel pijn doen.